Ja, hebben jullie dat ook gelezen? Ja, over de gluiperd. Ja, want ik las dat in de krant. En ik was gewoon even aangeslagen. Ik denk, dat zal toch niet waar zijn wat er staat? Dus nog een keer lezen. Ik denk, staat het er nou goed? En inderdaad, het stond er. Het salaris van de gluiperd Gené. Wat denken jullie? Nou, ik ga het jullie nu zeggen. 7 ton per jaar. 7 ton per jaar voor enorme middelmaat. Hoe vind je die? Hoe is het mogelijk? Voor meneertje middelmaat 7 ton bij Talpa. Zijn jullie helemaal knettergek geworden daar? Laten we dit eens even gaan vergelijken. Voorzichtig aan. Hè? Met bijvoorbeeld een hartchirurg. 2,5 ton. 2,5 ton voor iemand die het verschil maakt in het leven van iemand. Dat is het. En dan hebben we het er nog niet over. Wat dacht je van een verpleegkundige? Ja, die krijgt zeg maar rond de 40.000 per jaar. En die maakt ook het verschil als jij daar doodziek in het ziekenhuis ligt. Ja, maar nee, wat doen we? Voor meneertje middelmaat, voor gluiperd Gené, geven we 7 ton. Ik kan er echt niet over uit. Nee, want laten we nou wel zijn. Hebben wij ooit gelachen om de gluiperd? Hebben wij ooit een zin gehoord uit de mond van de gluiperd waarvan wij dachten, nou, daar zegt hij wat. Dat ga ik eens opschrijven. Dat is interessant, dat is leuk. Nee, allemaal niet gewoon. Het is middelmaat ten top. En daar geven we dan tegenwoordig 7 ton aan uit. Als je dat nou geeft aan Johan Derksen, dat kan ik snappen, ja. Want die maakt het verschil. Kijk, en zo slim is die Gené. Want die omringt zich met Gijp en Derksen en die moeten het voor hem maken, want dat is het. En dat doet hij bij de radio precies hetzelfde, want daar heeft hij die sidekicks. Ja, van die Evers. Die maken het verschil. Maar hij niet. 7 ton. Het is dat ik het nu pas weet. Anders had ik toen, tijdens die rel, en trouwens over die rel gesproken, nu we het daarover hebben. Hij heeft zich in die periode helemaal laten volfluimen en volkotsen door die gasten, door die Derksen en die Gijp. Die hebben hem beledigd tot op het bot dat jij en ik zouden zeggen, ho eventjes, maar daar heb ik geen zin meer in. Daar doe ik niet meer aan mee. Nee, niet de gluiperd. De gluiperd dacht bij zichzelf, weet je wat ik doe? Ik laat lekker al die strontkarren en noem maar op over me heen komen. En ik pak vrolijk mijn 7 ton.